We zullen komende maandag weer bijeenkomen om 8:00. En dan zullen wij u verslag doen van die bijeenkomst. Het is een positief gesprek geweest. In elk geval, de standpunten zijn uitgewisseld. En er komt een follow-up dit weekend nog. Ja, we hebben het gesprek als vruchtbaar ervaren bij de partij. We hebben hun ding neergezet, soms iets scherper. Maar dat moet kunnen. Belangrijk is dat we gericht bij de oplossing zoeken voor dit vraagstuk. Want in die end, nu blijkt vandaag groep 8. 9 dagen al geen onderwijs is heel schadelijk voor de studenten. Ze zijn slachtoffer geworden van iets waar ze geen deel van zijn. Dus de focus is op gericht om de jongeren nogmaals die recht hebben op onderwijs zo snel mogelijk weer in die positie kunnen plaatsen dat ze dat kunnen genieten. Onze eisen zijn duidelijk en wij moeten proberen samen met de regering tot een oplossing te komen. En dat gaan we doen. Door te praten, dat is het enige. De punten waar wat miscommunicatie was, kleine dingetjes over uitnodigingen, over brief, over telefoontje, wie was of niet gebeld, dat is uit de wereld geholpen. En afspraken zijn gemaakt dat we straks met financiën, of in het weekend of uiterlijk maandagmorgen met financiën afstemmen om te kijken wat zou mogelijk kunnen zijn met betrekking tot de verzoeken die ze gedaan hebben. U weet, de regering heeft een traject uitgezet welke per maart in werking moet treden. En daar hebben ze wat voorstellen over. En een heleboel zaken zijn uitgepraat die nog uitdeeld worden. Zijn nog niet klaar. Meneer Valies, wat zijn concreet uw knelpunten? Van de Winschool, dat probleem is opgelost. En er zijn dus nog 2 knelpunten. Herwaardering en OS-uitkijk. Dus daar gaan we naartoe. Blijft de oproep van maandag nog overeind? Ja, nog steeds. We kunnen daarover helemaal niks zeggen. Wij hebben met de leden afgesproken dat wij, als we dus de mensen hebben gesproken, dat we dus maandag verslag zullen doen. Dus het wordt nog een week van acties? I don't know. Laat me zo zeggen, het hangt van de opstelling van de regering. Als de regering ook naar de legering wil naar een oplossing ook toe, dat is ook aan ons verwoord. Wij willen ook naar een oplossing, dus we moeten elkaar proberen te vinden.